In deze video val jij van de glijbaan af. Yo mensen, welkom bij seizoen 2. Ik ben Arthur van Leeuwen en welkom in mijn leven. We moeten hem even dicht doen, anders komen de diefjes. Zo. Oh, zo. Yes, hij is dicht. Zoals jullie zien is de deur dicht en dat is een goed teken, want er kunnen er geen dieven meer komen. Ik ben aan het schreeuwen en mijn broer is daar aan het slapen, dus ik ga verder lopen, snel rennen. Want straks rent hij fucking hard achter me aan en dan ben ik te lul. Dus... En dan ben ik opeens binnen, want dan vergeet ik mijn tas. Want dan kan ik mijn camera in doen en dan is het niet veel sjouwen. Ik ga nu echt en ik en Martijn gaan even iets doen. En dan gaan we chillen met de mensen. Dus kom lekker mee jongens. Wordt hartstikke gezellig. En ik zie jullie zo weer. Als ik niet weer wat vergeet, want dan is het weer een shot dat ik hier weer... Weet je wie er nog meer is? Valerio. Zeker weten, Valerio is in de building. En Martijn en Bas. En het is hartstikke gezellig, toch? Best wel. Ja, we zijn bij de Jumbo trouwens. Even reclame. Waar gaan we nu heen, jongens? We gaan even naar de Albert Heijn. We gaan even naar de Albert Heijn. Dat ga ik ook wel filmen. Nee, ik weet niet of ik daar mag filmen, maar... Nee, Hoogvliet. Hoogvliet? Hoogvliet. We gaan naar de Hoogvliet. Ja, Hoogvliet is dichterbij. Zeg maar dag. Dag. Zeg maar hallo. Hallo. Zeg hallo. Hallo. Sala. Nou, we zijn in de Hoogvliet. Hoogvliet is dit hoor. En we gaan hier drinken halen. Hè? Dit is de Hoogvliet. Dat weet ik zeker. Kijk, hier. Jongen, je bent echt een knuppel. Wacht, waar staat Hoogvliet? Hier, zie je Hoogvliet. Hier. Daar, waar? Hoogvliet. Huppla. Kracht van Hoogvliet. Kracht van, zie je, we zijn dus in de Hoogvliet. En dat we gaan even wat drinken halen. Dat ook maar de Hoogvliet is toch rood? Nee. Nee, blauw. Nee, nee, de Hoogvliet is rood. Hoe heet het? Geel. De Hoogvliet is blauw. Jongen, we gaan een conversatie hebben over de fucking Hoogvliet. Kijk, Hoogvliet. Nou, laat maar gewoon. Jongens. Dit is plus. Jongens. Nee, dit is... Kijk, Jumbo is hoe heet het? Groen. En Jumbo, jij wil altijd gelijk hebben, hè, Valerio. Weet je, we gaan even wat drinken halen. Hoeveel geld hebben we bij ons? 110 euro heb ik. 110 euro. Dan gaan we even wat drinken halen. Nee, ik heb 80 cent. Johai, hey, ik zie jullie weer zo, jongens. Waar staan we dan? Waar staan we eigenlijk, Valerio? In Berkel. In Berkel? Ja, ja. Poe. En waar moeten we heen dan? Turkije. We moeten naar Turkije. Ja, we gaan naar Bergsenhoek en ja, wat gaan we daar doen dan? Ik heb geen flauw idee. Ik heb ook geen idee waarom naar Bergsenhoek. We zien het wel, hè? We zien het wel. Ik ben speciaal gewoon voor de vlog, gewoon daar zo en dan hier van afgestapt, dit stukje vlog te kunnen maken. Ik vind het wel een mooi. Ja, eerlijk. Even een filmpje met die fontein erbij. Doe even sexy kijken zo. Sexy kijken. Ik wou even wat sensatie in de vlog, maar dat deed hij weer niet. Sensatie. Maar we gaan naar Bergsenhoek en dan filmen jullie weer. Zeker zwaar. Later. Later. Doe zo. Ik heb een fucking goed idee. Dus we krijgen een kindje. En we gaan kijken wie het best kan huilen. Valerio of dat kindje? Huilt niet meer. Ze huilt niet meer. Ze huilt niet meer. Ja, ja. En nou jij. Ik denk dat Valerio wel gewoon gewonnen heeft hoor. Zo, je hoort nog helemaal krijsen. Zo, nee, zij is niet. Dat is niet normaal, man. Heb je toestemming gekregen om in een plus te filmen? Nee, dat mag niet. Dan gaan we dat eens even doen. Ja, we zijn niet zo goed bezig. We zijn altijd aan het filmen en allemaal dingetjes wat eigenlijk maar, helemaal mag. Je moet toch iets goeds doen? Ja. Maak je mensen net helemaal blij? Nee, ik ga... Wat ga ik eigenlijk doen? Klik op dat belletje natuurlijk. Even nice en wat moet ze nog meer doen? Even zeggen tegen je vriendjes en vriendinnetjes dat je ons kent. In het echt of zo. Doe dat maar. Dat is wel leuk. En plaats een reactie. Dat moet zij ook even doen. Of niet? Okay. Jawel, dat moet wel. We moeten meer reacties hebben. Dus, ja, dat is best wel. Oké, als jullie nu kijken. We gaan niet voor de like, we gaan voor de onder de reacties. Ja. Als jullie nu kijken. En ik zeg nu moeder, dus dan moeten jullie moeder in de reacties plaatsen. En dan weet ik dat zij nog bij dit stukje kijken. Ja, ja. Dat gaan we doen. Juist, dat gaan we doen. Yes, en dan laten we de 100 moederreacties kijken. Ja, dat is leuk. De moedertje, de reactie moeder challenge. Yes. Waaah! Waaah! Yeah. We zijn nu in een woonwijk, ik weet ook niet waarom we hier zijn. En daar zitten mensen.
gewoon hangen. En dat lijkt net of dat onze groep is. Dat is Talita. Dat is Talita. En ik zie de fiets. Ja. Van Selene. Dus, Selene en Talita zijn daar. Dat zijn Selene en Talita. Ja. Ja hoor, kijk, hupplakee. We hebben gelijk even een paar. Een sensatie. Oh nee, het is niet Selene. Oh, is, huh? Het is Chelsea. Ja, Chelsea. Je hebt dezelfde fiets als Selene. Hé, dus ben je gevallen? Nou ja, ik heb dat gewoon gefilmd, hè. Oh. Oh. Weet je wat wij zijn? Box. Box. Weet je wat wij zijn, Juik? Ja. Kijk, dat gaat. Dit is best wel moeilijk. Het is best wel mooi om zo te filmen, man. Oh. Mensen gaan helemaal schreeuwen daarvoor. Zeg eens wat, zeg eens doei. Morgen. Zeg maar. Nee, zo. Nee, zo. Nee, één keer. Ze hebben het over parkieten. En er is daar eentje. Die is er niet meer. Kut, sorry. Ik wou het over die parkiet gaan hebben daarboven. Maar dan zit die er gewoon niet meer. What the fuck. Nou ja, weet je. Maar jij moest toch weg? Dan. Oh ja, Chelsea moest weg. Nee. Helaas. Nou, dag Chelsea. Ik vond het saai. Doei, doei. Niet weg. Chelsea, ik onthouden. Ik zal het nooit meer vergeten. Leren we ook een knuffeltje. Ik vind het zo. Ga weer even. Ga weer in. Oké. Doe even. Pompa. Pompa. Jij deed toch de What's in My Mouth challenge? Of hoe noem je die challenge? Teabag challenge. Nee, zo heet die. Ik zweer, zo heet die. De teabag challenge. Ik weet niet of het wat challenge zit ze allemaal te lachen, jongen? Wat de fuck? Dat is toch raar? Auw! Valerio. Oh, papa. Nee. Mensen, daar is gewoon een Chinees. En dan ruik je gewoon die lucht van die Chinees, weet je wel. Dan denk je echt van, is het wel lekker of niet? Want kijk, weet je wat het is? Vroeger heb ik daar gegeten bij die Chinees. Dat was niet te eten gewoon. Het was echt niet lekker. Mijn vader en moeder zeiden ook van ja, het is echt niet lekker. Dus ja, meer kan ik niet zeggen of uitgeven. Want ik weet nog niks. Dus als ik weer wat weet, ga ik gewoon weer lekker een verhaal vertellen. En ja, het gaat lekker toch met de vlog. Doe even een duimpje omhoog natuurlijk. Dat zou ik heel leuk vinden. En love naar jullie, serieus. Love naar jullie. Ik loop hier, ik ga speciaal voor jullie nog even een groter rondje maken naar huis. Dat ik nog iets op beeld kan zetten wat misschien leuk is om te laten zien. Of iets anders. Dus als er wat is, dan zeg ik het wel. Maar ik ga wel een soort van naar huis lopen, maar dan met een omweg, zeg maar. Dus ja, dat jullie dat even weten. Jullie willen niet horen van, ik ga nu naar huis en een half uur film dat ik hier loop. Dat willen jullie niet, dat is niet boeiend. Dus vandaar. Dat is een speeltuin. Oké, ik heb haar net niet op beeld. Shit. Dat is wel een mooie auto. Oké, laat maar. Dit. Oh, fuck. Daar ben ik dan. In mijn kamer. Jezus. Dat is wel hartstikke fijn natuurlijk. Ik ga even liggen. Omdat ik best wel moe ben. Maar ik weet ook niet waarom. Ik moest van moeder dit fucking bakje opruimen. Dus dat ga ik ook even doen. En weer in mijn kamer. Leuk, hartstikke fijn. En jullie zouden denken, Arthur, wat ga je nu dan doen? Ik ga even wat bedenken. Dat ik jullie, zeg maar, soort van goed kan doen. En dat, ik heb al een ideetje in mijn hoofd nu. En dat gaan we zo dan doen. Dat zeg maar deze kast, daar staan namen op. Ik wil die namen, wil ik allemaal weer op mijn kast gaan hebben. Dus heel veel namen van kijkers. En ja, dus dat gaan we zo doen. Dus dat komt eraan. Dus dat is misschien leuk. En ja, voor de rest ga ik even chillen nog. En een beetje liggen. En ja, gewoon een beetje uitrusten. En dan daarna ga ik dat daar doen. Dus mensen, blijf lekker kijken. Nou mensen, wat ik beloofd had. De Cast of Fame. En ik heb het al een keer eerder gedaan. En toen gingen de reacties super goed. Dus ik hoop dat de reacties nu ook super goed gaan. Ik ga jullie wat vragen. Dit is de Cast of Fame. En er staan nu 1, 2, 3, 4, 5. Er staan nu 5 mensen op. En ik wil dus deze hele kast wil ik helemaal vol hebben met allemaal mensen die kijken. En die, dus wat jullie kunnen doen is een reactie plaatsen hieronder. En één iemand, of als de reacties zo snel gaan, doe ik 2 mensen. Maar als het niet zo snel gaat, doe ik dus 1 iemand. Die mag op de Cast of Fame. Dus doe allemaal lekker reageren. Helpen met betere video's maken. En dan komt alles goed, mensen. Super cool.
En ik ga nu slapen en dan zien jullie de volgende dag bij mij wat ik nog meer ga doen. En trouwens, elke vrijdag komt er dus een video online om 6 uur. Dan weten jullie dat. Holy fuck mensen, goedemorgen. Volgende gordijn. Ja hoor, lekker jongens. Het is, ik weet niet wat ik hiervan moet denken van dit weer. Maar het ziet er wel lekker uit, toch? Ja, in de ochtend ben ik meer echt zo iemand die zegt van ja, ik wil een koffietje, want dan word je sneller wakker. En ja, dus dat ga ik dan gelijk doen, natuurlijk. Nou mensen, ik ga even koffie drinken en Martijn komt naar het dorp toe. En dan gaan we even naar het dorp toe. En ja, en dan is de tweede stukje vlog is al klaar. Dus dat betekent dat ik deze video dus ga editen. En dan, en dan kijken we wat er gebeurt, toch? Kijken of het weer de 1k gaat halen. Ik hoop het wel, jongens. Ik hoop dat we de 1k views gaan halen. Want ik zie al dat de vorige video, al 77 keer geliked is. En dat is best wel goed. Dat is zeker heel goed. Dus mensen, ga lekker verder. Jullie zijn echt een stel bazen. Yo mensen, daar zijn we dan weer. We zijn nu in een garage. Zoals jullie zien. En ja, daar chillen we nu een beetje. We chillen niet altijd hier. Dus je hoeft ook niet hier aan te komen. Om te kijken of wij hier zijn. Want we chillen hier bijna nooit. Jongens, even abonneren. Ik heb een nieuwe kanaalnaam. Nieuwe banner, nieuw logo. Dus link in de beschrijving. Ah ja, toch. Morsch. Zet zelf ook die link in de beschrijving. Arthur zegt het niet. Morsch. M-O-A-R-S-H. Abonneer allemaal even op Martijn natuurlijk. Het gaat super goed. Wat een kutdeur. Echt een kutdeur. Maar ja. Ga je ook even filmen? Mag ik het wel zeggen van je moeder? Ja, dat mag ik wel zeggen natuurlijk. Ja? Ja, dat mag ik wel zeggen natuurlijk. Maar wat doen we hier eigenlijk? Een beetje muziek luisteren, een beetje niks doen. Oké, jongens, we zijn bij de garage. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. En we gaan nu een stukje lopen. Nou, daar heb ik hartstikke veel zin in. Hou je mond te joh. Stomme Lucans. Hoe gaat het met Martijn? Goed hoor. Nice. En we gaan een stukje lopen, we gaan naar de Verhagen en dan zie ik jullie weer. Dus dat wordt echt leuk jongen. Nee, heel even naar Verhagen lopen toch? Dat gaan we heel even doen. Ja, dat gaan we. Nee, heel even naar Verhagen en dan gaan we. Ja, oké, doei doei. Zijn we nu bij de Verhagen. Ik moest het filmen. Ja, dat is de Verhagen, weet je. Jullie hebben netjes geluisterd, hè. Weet je wat zij nog wouden doen? Ze wouden gewoon wegfietsen van ons, van het dorp af. Kijk hoe naaiend hij is, kerel. Moet je hem zien. Jij bent ook fucking naaiend, ik zweer. Ik ging naar de Verhagen. Helemaal niet, man. Jij bent echt een naaier. Nee, geen. Ja, oké, dat is waar. Oké, wij gaan straks naar het dorp. Hou je mond, jongen. Jij naait mij. Ja, leuk. Jongens, we gaan een beetje chillen, even roken. Zij niet, want zij roken niet. Kijk. Oké, ze roken een klein beetje. Oké, en half. We gaan. Ik rook maar half. Oké. Ik inhaleer maar half, hè. Oh ja. Ik inhaleer altijd door mijn neus. Oké, goed. Mooi. Jongens, we gaan. Het wordt allemaal een beetje te vaag. En we gaan straks naar het dorp toe. Het wordt allemaal een beetje te vaag. Doei, doei. Ja, het wordt te vaag. Die camera is gewoon leeg. Ja. Doei. Doei. Dag hoor. Dag door. Doei. Doei. Zal maar doei. Hallo dames en heren. Ja, we zijn nu weer op het dorp. We waren er net in Berkel. Echt? Ja, we waren in Berkel. Oh, echt? Oh joh, daar hadden we ook kunnen komen. Nou. Ja, oké, dat is waar. En dit is Rens. En dit is Max. Ja, toch? Ja. Dit is Max, hè? Jij bent Max, toch? En jij bent Rens. Oké, wil je een SO doen naar je kanaal, naar iets? Zou dat naar mijn eigen kanaal. Ai, nice. Max Gaming, zeg het even. Max Gaming, Spatie NL. Nice. Jij gaat in de beschrijving zetten. Ja, ik zet niet, in de beschrijving. Niet letterlijk Spatie. En niet wat wil jij? Wat? En naar je moeder, naar je oma, opa? Ja, ik heb een goeie. Wat dan? Max Gaming NL. Max Gaming. Ja. Oh, twee keer. Ik wil nog even shout-out doen naar onze gaan doen. Ja. Oh ja, man. Ik heb een vriend Rens gaan een serie doen. Ja. Hou je bek even, serieus. We zijn aan het filmen. Het heet Snipe Twins. Onder school. En dan gaan we gewoon Call of Duty snipen. Met z'n tweeën. En dat gaan we in de montage zetten. Nice. Dus dat gaat ook nog komen. Ja, dat gaat nog komen. Echt chill, man. Maar we gaan weer, want hij heeft mijn koptelefoon gesloopt. Kut, sorry. Ja. Ik geef hem ook nooit meer uit. Nou, doei, doei. Het draadje is gebroken. Zeg maar, nou mensen, ik ben in de woestijn. What the fuck? Ik ben in de woestijn. Daar zijn echt geen bouwvakkers. Moet je even wegdenken. Maar ik ben gewoon in de woestijn. Oké, het is gewoon een opengebroken straat. Kut, sorry.
Laat maar jongens, ik ben hier in de woestijn. Shit man. Maar ik ga even hier snel illegaal, ga ik hier naartoe. Huppakee. We moeten zij lekker... Oh, zij doen het ook. Shit. Nee, oké, maar mensen, ik ga even kijken wat we nog gaan doen. En jullie zijn er nog steeds bij, dus dat is leuk. We gaan daar naar het speeltuintje toe. We gaan even schommelen, denk ik. Dat is hartstikke leuk. Niet zeggen dat ik een kleuter ben. Echt niet doen. Want schommelen is gewoon hartstikke leuk. Daar is de schommel. Dat is echt leuk. Toch, jongens? Schommelen is cool, toch? Schommelen is echt gangster, toch? Ja, man. Ja. Ik dip toch schommelen is toch gangster? Ja. Okay. Nou, mensen, ik ben met de strijders. Deze twee. Jij wilt toch een shout-out doen naar je moeder of zo? Ja, toch? Mattie, je speelt met mijn privé. Maar wil je nog wat zeggen? Eerst deed je van ja, ik kom filmen, dit en dat. En nu zeg je helemaal niks meer. What the fuck, man? Nee, dat is gewoon echt naaiend. Ik ga weg, ik zie je nu. Doei. Hey, Talita, weet je wat kut is? Oh nee, in deze video val jij van de glijbaan af. Oh ja. Dat is echt leuk. En zie je haar hier gewoon van de glijbaan af gaan en zo. Super grappig. Wil je wat zeggen in de vlog of niet? Nee? Jij? Ja? Zeg gewoon wat. Wil je wat zeggen? Nee, dan moet je het wel voor de camera doen. Dan ben je stoerder. Nee? Geen geld. Yo, iedereen? En jullie? Mm-hmm. Ik van deze plus. Dan mag ik een nieuw blikje. Mag hij geen nieuw blikje? Hij heeft een heel veel blikje. Oh, echt? Dan moet je gewoon teruggaan. Ja, dat hebben we al gedaan, maar dat mag niet. Mag? Dat blikje is niet. Dan moet je moet gewoon teruggaan. Zeg van ja, mag ik een nieuw blikje? Dan ja, doen ze het echt wel. Dat hebben we al gedaan, maar laat het blikje zien. Oké. Okay. Nou, ik ga... Jongens, dit is net Minecraft, jongen. Ik heb gewoon een kat achter me aan. What the fuck? Deze kat, kijk dan. Kom maar mee. Ja, goed zo. What the fuck? Ah, ik heb een bodycard. Kom maar. Nee, doe normaal, rustig. Kijk. Schattig katje, kom maar. Nee, maar kijk, hij loopt ook achter me aan, kijk. Kom, we gaan even chillen. Kom, we gaan. Kijk. Oké, grappig. Hij loopt gewoon achter me aan, what the fuck. Kijk. Kom maar. Kijk dan. Fucking mooi dit. Oké, mensen, deze gozer wil even een shout-out naar iemand doen. Shout-out naar mijn neef Eman Bouwlen. Nice. En wil je nog wat zeggen? Nee. Nee, verder niks? Nee. Hij wou niks zeggen. Gewoon sub naar... Die gozer die daar zo. Sub naar Prit TV. Thanks, man. Thanks. Nice. Oké. Zeg maar dag. Doei. Ciao. Ciao man. Hij zegt gewoon ciao, hij is best wel lauw, hij zei ciao eens. Maar ik ga nu zeg maar zitten van op het dorp chillen. En Martijn en die anderen zijn er allemaal niet meer, dat begrijp ik niet. Maar weet je. Die is straks nog, denk ik. Ja, is cool. Hey, later man. Ja, dus dat. Nou, dat is het wel een beetje. Nou mensen, we zijn nu in Bergsenhoek en daar zit... De gang, zeg maar. Ik wijs nu een soort van aan. En de anderen zijn naar Berkel gegaan. En die zijn we dus kwijtgeraakt. Maar jij had dus een kanaal. Vertel, man. Ja, ik heb een kanaal met een vriendin. Heet Altijd Crazy. Zal vast wel in de link in de beschrijving staan. Ja, check cool. Het gewoon even uit. Zo, ik moet fucking veel linkjes zetten. Ja, ga verder. Ja, ik ben nu denk ik half jaar... Nee, nog ineens 4 maandjes bezig. Hebben we al bijna 40 abonnees. Ja, dat gaat lekker, man. Dus gewoon even abonneren. Zou het gewoon chill zijn. Dus jullie moeten even allemaal abonneren. Ja, gewoon abonneren. Linkje pakken. En gun deze man, man. Ja, check ook zijn video's, man. Zijn ook bruut. Ai. Ja, later. Nice. Wil jij nog wat zeggen? Nee, man. Wil je iets raars doen even? Man. Zeg gewoon... Mijn bed is netjes opgemaakt. Oh, het ziet er best wel netjes uit. Ik had verwacht dat het erger was. Maar mensen, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Als jij nou op de Kast of Fame wil komen, moet je even... Moeten niet, maar... Als je wil reageren, dat zou dat super vet zijn, want dan kan je op de Kast of Fame komen. En ik wil gewoon de hele kast vol hebben, dus alsjeblieft reageer. En dan kom je op de kast. En ik zie jullie gewoon weer volgende week vrijdag. Dan komen de video's elke vrijdag. Er staat nog op mijn banner dat er elke dag een video komt. Maar ik wil goede video's maken, dus leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer vrijdag. Om 6:00.